Ernie, dinsdag Beker de FC eindhoven ten koste van Rijnsburgse boys door. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ja, was weer een uh, denk ik een, een, keer een overwinning voor ons. Vier doelpunten gescoord, een nul gehouden. Dat was eigenlijk van tevoren al, uh, hadden we gezegd, we willen graag de nul houden. En uh, ja, waren we toch wel wat, wat blessures. Uh, als je ziet van het centrum van ons bestond uit een 19-jarige en een 17-jarige uh, voetballer. Dus uh, ja, al met al, en daar hadden we een jonge ploeg. Maar de eerste helft was dat moeilijk. Maar uh, we moesten het tempo wat omhoog uh, gooien. Dat hebben we de tweede helft gedaan. En dan zie je dat we eigenlijk, uh, ja, nou eigenlijk de tweede helft makkelijk uh, hebben gevoetbald en ook vier doelpunten hebben gemaakt. Ja, want in uitwedstrijden gaat de laatste tijd iets moeizamer, ook in de competitie. Uh, en thuis is FC ook nog steeds ongeslagen. Kun je dat verschil verklaren? Nee, ik zou dat niet kunnen zeggen: waar dat aan ligt. Dus uh, thuis, uh, ja. Misschien het gevoel, het gevoel van, van de spelers en uh, ja, er zijn ook momenten geweest waarin je wat, wat pech hebt gehad en uh, met een moment heb je geluk. Ja, en ik moet zeggen, ja, dat, ik, ik kan het niet de vinger opleggen hoe dat kan. Oké, okay, morgen komt uh, Jong AZ naar Eindhoven. Wat kunnen we van die wedstrijd verwachten? Ja, we hebben ze straks de beelden laten zien. Een uh, getalenteerde ploeg. Veel, uh, ook jonge spelers, goed aan de bal, uh, uh, snel, snel, uh, scorend vermogen. Ja, wij zullen ons dan tegen moeten wapenen. En uh, ja, het is net uh, zoals met jong Ajax, uh, jong PSV, jong AZ, die timmen aan de weg. Dus ja, dat zal wel een, uh, een moeilijke wedstrijd worden. Maar uh, ik denk dat wij er zullen staan morgen. Ja, en FC Eindhoven kent uh, ja, veel blessures uh, op, op het moment. Hoe staat het met uh, de geblesseerde spelers? Bart Biemans die zit weer bij de groep en ook Jay Itjes zit weer bij de groep. Dus uh, twee komen er terug. Daarbij is Cas Faber nog uh, geschorst voor de wedstrijd. En uh, ja, de rest, dus dezelfde blessures uh, die, al, die er voorheen waren. Kun je iets vertellen over de blessures van Joey Slegers en Marcelo Lopez? Uh, Marcelo uh, ja, die, die is nog niet helemaal fit. Die uh, denkt dat hij volgende week aanhaakt. En uh, um, Joey Slegers, dat uh, kan nog wel een paar maanden duren. Dus uh, die heeft. Uh, toch wel een zware bestuur, Maar vanwege de privacywet mogen we er eigenlijk niet over praten, dat weet je.